U kijkt naar het Weerjournaal van Weerplaza. Op sommige plaatsen in ons land is het vandaag behoorlijk nat geweest. Met name in de noordelijke helft van het land is er behoorlijk wat regen gevallen. En die neerslag hoorde bij bewolking die vanuit Duitsland onze kant op trok. In het zuiden van het land zagen we nog wel wat opklaringen. In de loop van de dag ook weer stapelwolken. En hier en daar nog een enkele bui. Maar de meeste neerslag, als gezegd, in de noordelijke helft van het land. Het heeft ook zijn invloed gehad op de temperaturen, die vielen erg tegen, met in de regengebieden soms maar 17 graden op de thermometers. Dus in het zuidwesten van het land is het allemaal wat warmer geweest. Uiteindelijk vanavond op veel plaatsen geleidelijk aan droog. Met name in de zuidelijke helft van het land. In het noorden blijven wolken dikker en blijft ook nog wat regen of motregen vallen. Temperatuur in de avond rond 19 graden. In de nacht dalend naar een graad of 12 in het zuidoosten. 15 in het noorden van het land. Het noorden van het land blijft gevoelig voor af en toe wat lichte neerslag. In de rest van het land is het meest droog. Maar het kan wel nevelig worden. Er staat niet heel veel wind, ook morgen overdag niet zwak. 2 tot 3 en die 3 is dan een matige wind hooguit nog in het westelijk kustgebied noordelijke richting temperaturen oplopend naar 23 tot 25 graden eerst bewolking en wat regen in het noorden daarna een wat verbrokkelde structuur met af en toe wat zon eh, geleidelijk aan ook stapelwolk en een enkele bui met in het zuiden van het land met name het zuidoosten kans op onweer daarbij. Ja, en dan de dagen die volgen zondag weinig verandering, al staat er wel wat meer wind uit het noordwesten. 23 tot 25 graden wordt het. Als het een beetje meezit is het in het uiterste noordwesten van het land droog, maar landinwaarts ontstaan stapelwolken en opnieuw buien met kans op onweer. Ook maandag nog een buien dag, dan 22 graden. Net als op dinsdag, maar dan begint de neerslagkans geleidelijk aan wel wat af te nemen. En beide dagen is er ook ruimte voor zon. Later in de week lijken de temperaturen wat op te lopen. Het gaat heel geleidelijk. En van een echt zomerse periode lijkt niet echt sprake. Maar we kunnen het sowieso niet slecht noemen. Typisch Hollands zomerweer. Ik ben Marco Verhoef van weerplaza.nl.